is er momenteel aan de hand? Nou, je weet dat in Groningen er heel veel schade is. En nu is er een nieuw protocol afgekomen. Maar er staan een hele hoop dingen voor de boeren niet in. De boeren die hebben nog heel weinig aan het nieuw schadeprotocol. Maar er zijn ook meer zaken aan dat. Er is ook geen rapport vandaag geopenbaard. Waarin uiteindelijk de staat veel meer verantwoordelijkheid had als altijd heeft gesuggereerd. En uiteindelijk heeft de bevolking gezegd, laat me van ons horen. Want de Groningers, dat zijn eigenlijk helemaal geen strijdluchtige mensen. Die doen hun best en die wonen daar prima. Maar de maat is wel een keer vol en dat is nu vol. Je ziet gewoon dat de gronden bij ons die niet meer vlak liggen door de bevingen, zeg maar. En ook drainageschades. En dat loopt gewoon bij sommige veehouders en akkerbouwers gewoon behoorlijk in het papier. Dat ligt in de tonnen. Maar er wordt heel weinig mee gedaan, ook door een lam, zeg maar. Die wuift dat gewoon weg en die doet er gewoon eigenlijk helemaal niks mee. Ze laten hier gewoon bungelen aan een touwtje en net zolang tot jij gewoon kapot gaat als bedrijf. We maken hier met deze actie natuurlijk een statement naar Den Haag toe. Van jongens, ga er nou eens een keer werk van maken en zorg dat gewoon de schadeafhandeling gewoon vlot gaat verlopen. En dat je gewoon weer vertrouwen hebt in de toekomst, ook in Groningen, dat we gewoon met elkaar weer verder kunnen. De Shell en de NAM en de Exxon, die moeten verantwoording nemen. En kappen met die rechtszaken, gewoon de schade vergoeden, dat moet iedereen. Als ik jou een deuk in jouw auto rijd, dan moet ik dat ook vergoeden. Ik ben hier eigenlijk om twee redenen. In de eerste plaats, ik ben een Groninger. En wat Groningers wordt aangedaan met het aardgas is gewoon heel erg. Maar ik ben ook woordvoerder landbouw en er is ook specifiek een probleem met agrariërs in het aardbevingsgebied. Die hebben enorme schades. We weten nu van lekkende mestkelders in het gebied. We weten van boerderijen die beschadigd zijn. En eigenlijk ook die boeren die kunnen nergens heen met hun schade. Ik heb eerder al in de Kamer ook aan de minister gevraagd van gaan we iets specifiek voor deze groep regelen. Daar heb ik nog niet echt een bevredigend antwoord op gekregen. Dus daar moeten we echt nog stevig over in de weer. Maar dat ook die groep hierheen rijdt en zich laat horen in Den Haag is denk ik heel goed. Meneer, waarvoor bent u hier vandaag? Om de Groningers een hart onder de riem te steken. Dat vind ik hard nodig. Wij verstoken een hoop gas met z'n allen. En de Groningers zijn daar met z'n allen de dupe van. En dat vind ik geen goede manier van werken. We gebruiken Groningen als een soort windgewest. We pompen er een hoop gas uit en er komt een hoop geld beschikbaar. Maar niet voor de Groningers. Daarom sta ik nu hier. Om te laten zien dat ik het ermee eens ben met al die mensen die roepen van we moeten er wat aan doen. Ik vind ook dat we er wat aan moeten doen. Laten zien dat je er bent. Ja. Wat denkt u hiermee te kunnen bereiken? Een beetje druk op de politiek. Of het helpt weet ik niet. Onze burgemeester hier in Den Haag heeft er al voor gezorgd dat een groot aantal mensen hier niet kunnen zijn. Door zaken te verbieden. Ik denk dat dat contraproductief is. En ik hoop dat er een hoop heibel komt, eigenlijk. En het is nu zaak dat de schadeafhandeling eerlijk gaat gebeuren. Ook voor de agrarische achterban die hier staat. En ik denk dat als je de druk genoeg zet, en dan gaat hij er komen. En eerlijk gezegd denk ik ook dat als er een paar trekkers door Den Haag rijden, dat sommige mensen misschien wel beginnen te slikken. Maar ik heb beste respect. De burgemeester is persoonlijk bij me gekomen en we hebben eruit gepraat. En op duur, je weet hoe het is, de oorlog kan nog zo groot zijn, maar er moet weer vrede worden gesloten.